De ChristenUnie wil investeren in onze toekomst. Dat is de opgave voor de komende periode. Een treffend beeld daarvoor hebben wij gevonden in het kunstwerk De Toekomst van Urk. Dat Urker-jongetje dat met zijn zelfgemaakte vlieger de wind vangt en vooruit gaat. het voor Urk. Creatief en vooruitstrevend. We moeten de komende periode investeren in veel gebieden. Wonen, zorg, Port of Urk, sport en cultuur. Daarbij wil de ChristenUnie verbinden en omzien naar elkaar. Wij zijn samen Urk. Wij vertrouwen op God. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. En daarom mogen we net als dat jongetje de wind vangen en vooruit streven en samen bouwen aan een Urk dat we door willen geven aan onze kinderen. Want dat is investeren in onze toekomst. De titel van ons programma luidt. URK, van dorp naar havenstad. De komende vier jaar worden heel belangrijk voor de toekomst van URK. Dynamische, uitdagende toekomst waar een sterke coalitie voor nodig is. En daar willen wij als CDA URK graag voor deelnemen. Daar zijn we klaar voor. Kernwoord voor ons is. Ruimte. Ruimte voor ondernemers, voor starters op de woningmarkt. Ruimte voor Urk. Ruimte voor de jeugd en uitgaansgelegenheden. Maar vooral ook ruimte voor jou. En dat is het besef dat op Urk geen zware maldruk, maar dat er verschillen mogen zijn. Verschillen in meningen, uitingsvormen. Dat is de dynamische, echte Urk. Voor dat Urk willen wij gaan. Dat is het echte verhaal van Urk wat ons betreft. Wij zien zelfs Urk als een lichtend voorbeeld voor Nederland binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat. Beste mensen, jongelui, ieder hier aanwezig, hart voor Urk. Dat wil zeggen, wij hebben een hart voor Urk. Dat hebben we de laatste vier jaar hebben we dat bewezen. Als u ziet wat we samen hebben gepresteerd. Dan kan ik alleen maar zeggen wat een wonder dat we dit mogen hebben. We hebben dat ook in afhankelijkheid van Hem mogen doen. Hart voor Urk is een stabiele partij. Twaalf jaar zitten we in de coalitie. Twaalf jaar hebben we samengewerkt. Niets aan de hand. Wij hopen ook. Dat u ook een hart voor Urk hebt. Dat wij ook de komende vier jaar weer verder mogen. Om Urk mooi te maken. Om Urk te laten groeien. In woningen. In alles wat nodig is voor u en voor onze jeugd. Dank u wel.